Onder internationale druk moet Nederland in 1962 haar laatste koloniale bezit in Azië overdragen aan de Verenigde Naties. Dat markeert het einde van 200 jaar aanwezigheid van mariniers in het Verre Oosten. We hadden Nieuw-Guinea gehad, kwamen uit de koloniale periode. Toen het Korps Mariniers terug was in Nederland, waren eigenlijk de NATO-taken verdeeld, zou je kunnen zeggen. We hebben toen even een tikkeltje in de ruimte gehangen. En toen is het idee gegroeid van beide kanten, zowel vanuit de Engelse kant als vanuit de Nederlandse kant, om met de beide Korps Mariniers structureel te gaan samenwerken. Mijn korpscommandant gaf mij, met instemming van de chef marinestaf, de opdracht dat ik dus het overleg met de Royal Marines zou gaan voeren. De Britten hadden op dat moment veel amfibische schepen en wat een weinig mensen. Wij zaten in een andere positie. We hadden veel mensen, goede mensen, maar heel weinig amfibische schepen. Of eigenlijk geen amfibische schepen. Dus op een goede dag, en ik dacht dat het november 1971 was toen, ja, stond generaal Key op het Westplein voor de deur en gingen wij samen aan mijn bureau zitten en begonnen te spreken over een mogelijke samenwerking tussen de Royal Marines en het Korps Mariniers. En dat is later gaan heten de UKNL Landing Force. En die is er vandaag de dag nog live en kicking en hartstikke belangrijk. In 1973 houden de Britse en Nederlandse Korpsen Mariniers hun eerste gezamenlijke oefening. De UKNL Landing Force wordt ingezet ter bescherming van de NAVO-Noordvlak. En dankzij deze NAVO-taak is het voortbestaan van het korps op dat moment gewaarborgd.